In deze video laat ik zien hoe u de reiniging voor de Jura C8 uitvoert. Voor de reiniging van de Jura C8 heeft u reinigingstabletten nodig van Jura of Hendrick's Coffee. Kijk hiervoor op hendrickscoffee.nl. Om de reiniging te kunnen starten drukt u eerst twee keer rechts op het pijltje. Vervolgens linksbovenin drukt u op het rondje om het menu te openen. Druk vervolgens twee keer rechts op het pijltje om naar reiniging te gaan. Druk rechtsbovenin op het rondje om het reinigingsmenu te openen. Druk op het rondje rechtsbovenin om de reiniging te starten. Nu kan de machine vragen om koffieresidu legen. Trek de residulade uit de machine. Vervolgens gooi al het water weg en alle koffieresidu uit het bakje in een prullenbak. Plaats de lade weer terug in de machine. En plaats vervolgens een bakje onder de uitloopjes en vervolg de reiniging. De reiniging gaat nu weer verder. Dit kan even duren en wacht tot het scherm de volgende stap aangeeft. Na een tijdje geeft de machine aan om een tablet te plaatsen. Pak een Hendrick's Coffee of Jura tablet en deponeer deze in de koffiepoederschacht, zoals te zien in het filmpje. Vervolg de reiniging door rechtsbovenin op het rondje te drukken. Na een tijdje reinigen kan het zijn dat het waterreservoir leeg is. Dit geeft de machine aan. Vul het waterreservoir en plaats deze terug in de machine. De reiniging gaat daarna automatisch verder. Na een tijdje reinigen kan het zijn dat de koffieresidubak weer vol zit. Verwijder deze door eerst het bakje onder de uitloopjes weg te halen en trek vervolgens de lade uit de machine. Ledig vervolgens de gehele lekbak zoals te zien is op het filmpje. Plaats vervolgens de lade weer terug in de machine. En als het goed is, geeft het scherm oké aan. Dit betekent dat de reiniging goed is uitgevoerd. Gooi vervolgens het uitloopbakje ook nog weg. Zo voert u de reiniging voor de Jura C8 uit. Mocht u nog vragen hebben, vraag deze dan in de reacties hieronder of kijk op hendrickscoffee.nl.